We gaan hier tweetal demonstraties geven van de brandweer. Demonstraties die in het echt ook echt voor kunnen komen. De eerste is vlam in de pan. Dus je hebt een pannetje op vuur staan, vlammen komen erin. En dan laten we eigenlijk een beetje zien wat je niet moet doen. Dus blussen met water, wat dan er gebeurt. En we laten ook zien wat je wel moet doen. Dus dat je dekseltje rustig erop moet doen en dat de vlammen zich dan vanzelf gaan doven. Wat is de bedoeling van deze activiteiten? Deze activiteit is om mensen een beetje meer bewust te laten maken van dat ze misschien in hun achterhoofd even houden van oké, heb ik vlam in de pan met vet of een frituurpan, geen water erop. Want dan weet je zeker dat wij in actie moeten komen. En dat gebeurt zo vaak? Nou, dat gebeurt regelmatig. Gelukkig zijn de mensen er wel aardig van bewust dat ze dat niet met water moeten gaan blussen. Dus dan doen ze het wel vrij goed. Hoe komt de activiteit zojuist? Hartstikke spectaculair. Ja, leuk. Leerzaam ook? Ja, zeker leerzaam. Ja, absoluut. Ja. Wat heeft u ervan geleerd? Nou, het blussen met de deksel. Hè. Rustig blijven, kalm blijven. Dat is het belangrijkste. Wat vond je ervan? Leuk. Wat is er leuk aan? Dat het lekker warm is dan ook. Ja, wat hebben ze nou precies gedaan net? Nou, ze hadden het vet, water over het vet gedaan. Als je nou zelf een keer vlam in de pan hebt, wat moet je dan doen? Geen water in doen. Geen water, maar wat wel? Een handdoek er of zo over doen. Of de pan erop doen. Gevaarlijk ding. 112 bellen. Ja. Hoe vond je deze activiteit? Ja, dat vind ik wel interessant, leerzaam. Dus, ja. Wat heb je net geleerd? Wat je moet doen bij de brand. In de keuken, in de pan, de vlam in de pan. Dus, ja. Wat moet je dan doen? Liefst met de deksel erop. Of anders met een blusapparaat. Dus dat is wel leerzaam. Moet je echt een huis hebben dus. Of een blusdeken, dat is ook wel handig. Zelf een keer wel zoiets meegemaakt? Nee, gelukkig niet.